Hallo, ik ben Mink en de cameraman is Rinus. We zijn hier op het Hendrik de Keizerplein. Wat doen jullie hier? We zijn aan het spelen. We spelen een spelletje met de hele klas. Wat spelen jullie? Billentik. Vinden jullie het leuk? Ja. Wat vinden jullie er zo leuk aan? Dat je op elkaars billen mag slaan. We zijn hier nu op het voetbalveld van het Hendrik de Keizerplein. Kijk maar even rond. Wat doe je hier? Voetballen. Vind je het leuk? Ja. Met wie doe je dat allemaal? Met Nino. Met klasgenoten. Wat vinden zij ervan? Super! Leuk! Staan jullie voor? Ja. Tuurlijk. 4-1. 4-1. We zijn nu op de toren op het Hendrik de Keizerplein. Kijk maar heel even rond. Hallo, wat vindt u van dit plein? Zoals je ziet, erg druk. Ik zelf zal niet hier gaan spelen, maar samen met mijn leerlingen komen we hier elke pauze. En we kunnen bijvoorbeeld tennissen. Dat is natuurlijk fantastisch om hier als kind je pauze door te brengen. Ook in de zomer, als in de vakantie. De herfstvakanties, kan je hier altijd terecht. Heeft u kinderen? Nee, zie ik er zo uit. Ik zou denken van wel, maar nee, ik heb geen kinderen. Nee, ik studeer nog. Dit is een prullenbak. Je denkt meestal, dat is niet zo heel leuk. Maar hij is heel mooi geverfd door allemaal kinderen. Hallo, hoe heet u? Ik ben Emiel de Graven. En wat doet u hier? Ik zit hier eigenlijk een fiets in te schrijven. We wachten op mensen die komen met een fiets om hun fiets te laten graveren. En wat houdt dat precies in, fietsen laten graveren? Dat doen we eigenlijk om mensen erop attent te maken dat ze eigenlijk altijd aangifte moeten doen als hun fiets wordt gestolen. En waarom is het zo belangrijk dat de fietsen worden gegraveerd? Nou, dat is heel belangrijk, want heel veel mensen waarvan hun fiets worden gestolen, die zijn natuurlijk de dupe. En die willen natuurlijk wel graag hun fiets terug. Want hoe meer mensen aangifte doen, hoe meer de politie ook eraan doet, dat fietsen minder worden gestolen. Wat vindt u van dit plein? Dit plein is een gezellig plein. Best wel gezellig. Veel kinderen die hier spelen. Heeft u kinderen? Nee. Gelukkig niet. Wat goed dat de mensen dit gratis aanbieden. Kijk, iedereen zet zijn fiets hier heel goed in het rek. Kijk wat netjes. Ik vind het een gezellige volksbuurt. Wat vindt u hier zo gezellig aan? De inrichting van de straatjes, alles ziet er netjes uit, er is een mooie speeltuin en er zijn winkeltjes. En dat maakt het allemaal wel gezellig natuurlijk. Wat doet u hier? Ik werk hier in dit stadsdeel, bij de gemeente. En wij zorgen ervoor dat overal de verkeersborden neergezet worden en onderhouden worden. Oké. Dit is een babyopvang Kiekeboe. Kijk eens hoe schattig al die babytjes spelen. Kijk eens wat een schattig snoepwinkeltje. Het heet Super VNP. Wat vindt u van deze buurt? Hartstikke leuk. Ik zou hier best zelf willen wonen. Waarom doet u dan dat dan niet? Omdat ik hier geen huis kan krijgen. Wat vindt u van het speelplein? Leuk. Ziet er wel gezellig uit. Lijkt mij. Volgens mij spelen hier best vaak kinderen. Wij hebben het Hendrik de Keizerplein gefilmd en we hebben iedereen geïnterviewd. En ze vonden het allemaal een heel gezellig plein. Conclusie, we vonden het heel leuk! Jee, en er zijn ook hele schattige snoepwinkeltjes, fruitwinkeltjes en ook baby's. Cafés. En baby's. En er zijn ook heel aardige mensen op het speelplein. Bedankt voor het kijken. Doei! Dag.